Marco van der Hoorn, gisteren was je mee in de ontsnapping. Hoe voelen de benen vandaag? Gaan we zo wel zien op de fiets. Het zal wel zwaar zijn, maar ja, even inkomen, dan gaat het wel weer. Hoor. Je staat gedeeld eerste ook in het strijdlustklassement. Heb je een plannetje voor vandaag? Ja, ik denk ik wil wel meezitten. Normaal ben ik niet zo van die tussensprinten. Ik vind altijd wat je in een ontsnapping zit, dat je voor de overwinning moet gaan. En hoe klein die kans ook is. Maar ja, ik kon hem gisteren eigenlijk gratis pakken. Niemand zat op te letten. Dus toen kon ik eigenlijk gratis punten pakken. En toen dacht ik, nou ja, dan sta ik toch gelijk. Dus ik dacht dat ik hem eigenlijk gisteren al had, de trui. Maar dat ging niet helemaal een beetje misgerekend. Dus ja, ik ga het wel proberen. Ja. Jullie zijn hier ook met een heel sterk team in de breedte. Jullie staan eerst in het ploegenklassement. Op welke ritten hebben jullie nog jullie zinnen gezet de komende dagen? Ik denk vandaag zal hebben Pascal voor de sprint. We gaan kijken hoe dat uit gaat lopen. Mocht ik het niet halen in de vlucht dan. En daarna hebben we wel, ja, zijn er allemaal wel mooie ritten. En inderdaad, we hebben een supergoed team. Gisteren zaten we nog met vier man erbij. Mimi en Lorenzo, Quinten en Jimmerman zijn allemaal in een supergoede vorm. Dus ik denk dat we nog wel echt voor een mooie uitslag kunnen rijden. Misschien kunnen we wel een rit winnen. Dus, ja. Jij was er ook al bij de voorbije jaren. Merk je dat het nu veiliger is in deze ronde van Polen? Nee, het was vorig jaar natuurlijk die ene aankomst die wel extreem onveilig was, waar van tevoren al wel over gezegd werd dat hij onveilig was. En in de jaren ervoor ook, maar toch bleef hij erin. En, maar als je nu bijvoorbeeld, volgens mij is vandaag een redelijk veilige aankomst. Maar de eerste dag was toch ook niet echt veilig, met heel veel middenbermen en in dat opzicht ook niet echt. Ik denk dat het vandaag beter is, dus we gaan het wel zien in de finale. Maar het is toch ook, kunnen ook op brede wegen valpartijen gebeuren. Maar ik denk dat het vandaag wel ietsje beter is dan de eerste dag. Er zitten wel vier haakse bochten in de laatste kilometers en nog een rotonde, dacht ik, op 400 meter van de streep. Ja, maar hoeft niet zo slecht te zijn eigenlijk. Want als je een hele lange rechte weg hebt van 3-4 kilometer rechtdoor, dan kan het soms eigenlijk gevaarlijker zijn dan dat er wat bochten in zitten. Het gaat er alleen om hoe breed die bochten zijn en of er heel veel meubilair is op de weg met versmallingen en dat soort dingen. Dat is eigenlijk het gevaarlijke ding. Een paar bochten is helemaal niet zo erg. Dat zorgt juist dat het op een lint komt. En dat zorgt er juist voor dat het misschien wel veiliger wordt dan dat je alleen maar één grote weg rechtdoor hebt. Dankjewel, veel succes vandaag. Dankjewel, is goed.